De kinder- en jongerentelefoon biedt normaal haar diensten aan. Dat zegt waarnemend directeur van de organisatie, Jacinta Dundas. De hulplijn is bedoeld om kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar bij te staan met hun problemen. Nu er een lockdown in Suriname is, maken diverse maatschappelijke groepen zich enorm druk dat kinderen meer dan ooit zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. Dundas zegt echter dat er geen toename is geweest van het aantal bellers. Maar dat betekent niet dat kinderen helemaal veilig zijn. Ik zou niet kunnen zeggen dat er noemenswaardige verschillen zijn. Er is dus geen stijging geweest van een bepaald soort case. Het is eigenlijk toch wel stabiel gebleven. Maar wat wel zo is, is dat wij weten vanuit de kinderbescherming dat in periodes waarbij, zoals deze, waarbij kinderen dus niet uit huis kunnen gaan, maar dus wel thuis zijn en als slachtoffer waren van geweld, dat de kans dat dat gebeurt en erger is en vaker gebeurt, groot is. Want dat kind heeft geen weg, kan niet weg van huis. Dat kind moet thuis blijven, kan niet op school gaan, kan geen leerkracht in vertrouwen nemen, kan geen hulp vragen op een makkelijke manier zoals dat altijd ging. En dan is de kindertelefoon wel een hele handige tool om te hebben, omdat je als je een telefoon hebt natuurlijk wel even weg kan glippen om nog een telefoontje te plegen. Maar ook dat weten we, gaat moeilijk omdat je de hele dag onder toezicht bent en in de omgeving bent van die potentiële dader. Dundas zegt dat de rechten van kinderen nog steeds niet optimaal gewaarborgd zijn in Suriname. Het is van belang dat de hele gemeenschap eraan werkt om kinderen een veilige omgeving te bieden. Nou, wij hebben, kinderen mogen voor alles bellen. Of laat maar zeggen, niet kinderen, maar de mensen die bellen, omdat we een brede doelgroep hebben, kunnen dus in principe voor alles bellen. Wat je ziet is dat er veel gebeld wordt over geweld. Huiselijk geweld. De cases van de scholen, dat krijg je niet zoveel meer, want kinderen zitten nu niet op school en zijn meer binnenshuis. Maar ook gezinsgerelateerde issues, buitenhuiselijk geweld. Dan heb je nog relatieproblemen, relatie met de ouder, relatie met de siblings, de broers en zussen. Je bent allemaal in een huis samen en je kan niet weg, voor het grootste deel. Dus dat soort dingen merken we. En ook gewoon voor de oudere doelgroep nog steeds relaties met een vriend of een man. Dat soort dingen gaan natuurlijk gewoon door. En worden misschien soms erger omdat je de hele dag met elkaar bent vaak. Dus dat zijn de dingen die opvallen. Aldus Jacinta Dundas, waarnemend directeur van de kinder- en jongerentelefoon. De hulplijn is normaal te bereiken.